Wow, en hoe heet je? Spreek nog? Kiki. Oké, okay, Kiki. Kiki, do you love me? Ja. Twee keer twee, eerlijk. Vier, man. 8 keer 8. 16. Oh, je 8 keer 8. 8 keer 8? Oh, sorry. Ik heb een tuintje, maar voor alle Patricia Pai. Mag ik het vragen? Aan het einde van de interview, mag ik je nummer? Nee, sorry, ik heb een vriend. Maar ik ben beter dan jouw vriend. R tot de O, het is gewoon Rarko. Ik zag laatst een post van Joe Silvio op Instagram en het heette Vroeger Challenge. Je kon naar rechts swipen en dan kon je kijken wie je crush was. Ik ga de mensen op straat vragen wie is jouw crush toen je 10 was, of 12 was, of 13, of 14 was. Weet je wie mijn crush was? Weet je wie? Lil Kim. R tot de O, het is gewoon Rarko. Hoe oud are you? I'm 26. 26. Hoe oud? 26. 26. Ja. Yeah. Net! Laat ik even weer zien, je wou er niet in, toch? Ja. Kom. Kijk, je bent wel een hele mooie dame, hoor. Nou, laat het even. Kom maar gezellig bij. En weet je wat ik nu op je zin? Move, bitch. Get out the way. Nee, kom. Grijp je. Er is nu iets bezig en het heet Vroeger Challenge. Wie was vroeger je crush? Hoe oud ben je? Ik 27, man. Toen je 10 jaar was, 9 jaar, of 8 jaar, of 7 of 11. Ja. Wie was je crush? Mijn crush, dat was op Cura, man, broer. Ik zeg je eerlijk. Ben ik vergeten, man. Toen je jong was, toen je 13 was. Mijn docent, man. Hoe heet ze? Je van Angelique, man. Zo naar jou. Wat vond je van Angelique? Dat was wel daarna, man. Ja? Dat was volgens mij Sylvie Meis vroeger. Ja? Ja. Oké, okay, even. Maar nu kijk, niet meer. Nu kijk, niet meer. Jij bent een hele leuke. Inmiddels al 100 mannen verder, natuurlijk. Dus. Ja, kijk ook kinderen. Beyoncé. Wat vond je van Beyoncé? Aspant, toch? Ja, wat zou je nu aan Beyoncé willen zeggen nu op camera? Mooi netjes. I love you very much. 20 was. Wie was je crush? Hey. Weer in die woordenboek gaan je. When you are 10 years old. Ja. Who is your crush? Who was my crush? When you were 10 years old. The kid my mom was babysitting. Hè? The kid my mom was babysitting? No, crush is what I'm saying about crush. When you be 10 years old. Patricia Pai. Patricia Pai? Wat vond je van Patricia Pai? Wat? No, je was een ratorino. Justin Bieber. Wie? Justin Bieber. Nee, geen Justin. Justin Bieber. Justin Bieber. Nee, Justin. Justin. Nee, Justin. Nee, je loopt met me te dollen. Laat me bedoelen. Wie was vroeger je crush? Lady Gaga. Ja, a guy. Ja, maar je talk about your mother. No, my mom was babysitting a little boy. And he was my crush. Hé, maar dan, you're old, you're 10 and you look a baby. No, he was 10 as well. Wie vond je niet je crush toen je jong was? Jan Smit. Jan Smit is niet je crush? Nee. Why not? Cause he is white as fuck. R tot de O, het is gewoon Rarko. Dat is way back, man. Ik moet weer gaan, man. Was je niet moet terug in de tijd. Wie was je crush? Mijn crush was een Isabella. Wie is dat? Isabella. Een Surinaamse meid. En toen je dat zag, wat zei je altijd tegen Isabella? Ik zeg, Isabella, hou je rustig. Kijk goed om je heen. Ja. Noem jou 5 top Hollandse crushvrouwen. Hollandse? Toen je jong was. En dan zeg jij als eerste? Sowieso Sylvie Meis. Ja. Chantal Jansen. Ja. Zo, fuck. Wie waren vroeger allemaal crushes, man? Ik geef je 5 woorden. Ja. En jij moet over dat zingen, ja? Oké, is goed. Weet je wie mijn eerste crush was? Wie, vertel me. Lil Kim. Hey. Naar echte. Old school. Weet je nog meer? Pamela Anderson. Hey. Boy. Wacht hier, nog meer. Wat heb je? Honey. Hey, boy. Ik moet weg. Weet je wie? Ja. Moet ik je een tip geven? Ja. Ja, ook. Zeker zo die bellen, jongen. Oh. De laatste. Miss Elliot. Hey. We moeten stoppen. We kunnen niet. Eh? Je hebt nog eentje niet opgenoemd. Welke? Alia. Oh, no, die was... Dat is moeilijk, hè? Ja. Vroeger was ik in love. Linda de Mol. Megan, je was goed. Katja Schuurman. Je weet toch, gewoon zoiets, man, broer. Die laatste stukje. Vroeger was ik verliefd. No. Je mist die. Je doet R tot de O, het is gewoon Rarko. Wat wil je tegen Faya Laurens vertellen? Dat is wel echt een hele goede bellen. Nee. Kijk ook kinderen, jongen. Oh, ja.
Nou, Dus als je netjes wil praten, wat zou je ook? Nou, je bent een prachtige vrouw. Stel je voor, je zou het nieuw zien, dan wat zou je doen? Ja, wat denk je zelf? Met een kijkje kinderen, zei je, hè? Ja, dan... Ja, oké, doe wat je wil, doe wat je wil. Een kopje koffie drinken dan. Nee, ja, en als je... Nog reeds lang. Hoe lang je het in Holland? Zoek je geen vriend? Sorry? Nee. I speak... Hij zei dat Dutch is je beautiful lady. Mag ik je nummer? Nee, sorry, ik heb een vriend. Maar ik ben beter dan jouw vriend. Er zijn voordelen en nadelen. En wat is de voordeel, denk je, als ik je vriend ben? Nou, je kan goed interviewen. En de nadeel is dat ik klein ben. Dat ik geen... Als ik jou kus geef, kan niet. Hè? Ik ben een beetje groot dan. Maar... Kleine boys kunnen geen kus geven aan grote vrouwen. Hoe ga ik je kus geven? Gaat niet. Geef me kus. Gaat niet. Je moet bukken. Buk. Fijne dag, mevrouw. Jij bent het meisje. Ik weet niet wat het is. Ik ben verliefd op mijn crush. Alibina Fumanga, yeah. Fukambo Amfiri, Livina Fumanga, yeah. Niet te veel in je kamer puffen. Je weet zelf hoe het gaat. R tot de O, het is gewoon Rarko. Wie was vroeger jouw crush? Laat dat weten beneden in de comments. Vergeet niet te abonneren daar. Pow! En helemaal love naar jullie allemaal. Vroeger, toen ik jong was, had ik veel crushvrouwen. Maar ken je die tijd nog? Je zat op basisschool en dan had je een mooie juffrouw. Maar als ze me nu zien, willen ze me op de foto. Die juffrouw die allemaal kijken. Meesters die allemaal kijken. Meesters. Oh. R van de O, het is gewoon Rarko. Waar vinden we dit weer terug? Dit vind je terug bij... even nadenken. Van wie is dit ook weer? Voor wie ben ik nou? Ken je de Alpendag College? Ja. Ja, ik zit op Roosstraat. Ik doe nu voor 4 gymnasium. Ja. En ik moet voor school een opdracht doen dat ik mensen op straat interview. Mm-hmm. En dit komt in alle klassen te kijken. En, ja. Gezellig. Ja, gezellig. Oké, nou hoor. Ja. Ja. Ik moet de toets inleveren volgende week en ik probeer het te doen. Ja. De docent heb gewoon geslaagd nu. Ja? Diploma ja, klaar. Ja. En in Amerika geven we... Wat ben je nou allemaal? Nee. Ik ben veel te wit hiervoor, hè? Laat.